Niet een plek waar je dit verwacht, maar in Schuytgraaf, de jongste wijk van Arnhem, staat een oerbos in wording. De gemeente Arnhem heeft op deze plek besloten de natuur haar gang te laten gaan, zodat het zich tot oerbos kan ontwikkelen. Afgezien van betrekkelijk kleine stukken, met name in Polen, is het oerbos in Europa grotendeels verdwenen. Op de plek in Schuytgraaf worden alle voorwaarden geschept om zo'n oerbos te laten ontstaan. We staan hier bij het oerbos in pioniersfase. Wat is uw betrokkenheid in de hoedanigheid van gemeente Arnhem hierbij? Ik ben projectwethouder van Schuytgraaf en dit hoort bij Schuytgraaf. En het bos hierachter, dat is niet door mensen aangeplant. Dit is een stukje wat we eigenlijk met rust hebben gelaten, waar ook geen woningbouw is gepland. En er zijn bomen opgekomen. En die bomen zijn al ongeveer 10 jaar oud. En dan, dat zijn de eerste bomen die vanzelf ontstaan. En later komen er weer andere bomen. Uiteindelijk komen er zelfs ook eiken. Misschien dat hier en daar al wel het eerste eikenboompje al een heel klein beginnetje heeft gemaakt. Maar dan moeten mensen maar gaan ontdekken hier. Maar dat is eigenlijk het idee. Dit bos is spontaan ontstaan. Nou, dan zouden we heel erg geneigd kunnen zijn om daar meteen weer allerlei dingen in te gaan doen. Maar we hebben besloten, en wij is de gemeente Arnhem, en daar heb ik samen met mijn collega Ine van Burgstede gedaan, van we gaan hier helemaal niets meer doen, we laten het met rust. En de natuur kan hier volledig zijn gang gaan. Mevrouw van Burgstede, wat is uw rol hier dan bij het oerbos? Nou, ik heb in mijn portefeuille onder andere de parken van Arnhem, dus ook het groen. En als je kijkt, Arnhem is een stad van het groen en van de verscheidenheid in parken en in aanleg daarvan. En ik vind het prachtig dat hier in Schuytgraaf, deze jonge nieuwe wijk, ook gedacht wordt over die verscheidenheid. Nu met het oerbos. Eerder hebben we al een boomgaard aangeplant. En hier in oerbos op deze plek aan de rand van het water. Nou, zorgt ook voor een grote biodiversiteit in dit gebied. Wat ook heel erg belangrijk is. Hè. Vogeltjes, insecten, allerlei beestjes die water en groen nodig hebben komen, kunnen hier fantastische huizen zometeen naast de bewoners. Ik spreek met Frank Willemen, projectleider van dit project. Wat hebben jullie gedaan in dit project? Nou, op deze plek eigenlijk heel weinig. We hebben alleen maar ruimte gecreëerd voor de natuur om dat te doen wat ze op die plek wil doen. En dat resulteert uiteindelijk in een bos. In dit geval zou je kunnen zeggen een oerbos. Een oerbos hoeft helemaal niet oud te zijn. Ergens moet een oerbos beginnen. En hier is het begonnen. En over 100 of 200 jaar zul je zien dat hier een echt oerbos is. Als we tenminste ook in die tijd er niet meer aankomen. Heeft dit oerbos ook specifieke kenmerken of kwaliteiten? Diersoorten, vogels? Nou ja, wat het vooral is dat het een plek is waar je de natuurlijke processen ook hun gang kunnen gaan. Dat ze nou, alle insecten, alle vogels die bij deze fase thuis horen, die kunnen hier optimaal hun plek vinden. Er is een heel grote plas water die eraan vastzit. Vandaar dat we ook een oeverzwaluwwand hebben gemaakt. Waar juist ook de oeverzwaluw ook een bijzonder plekje kan vinden in deze wijk. Waar met veel water, dus ook veel leefgebied juist voor zijn oeverzwaluw.